Hey, 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 hey. Kom lekker binnen in mijn tattoo shop. Wat is je verhaal en waar mag het op? Ik kan het vertellen met mijn naam en ink. Welkom allemaal bij Dutch Ink. Jan Oosterbaan zegt jarenlang onschuldig in de gevangenis te hebben gezeten vanwege de moord op bokser John Smith. Nu slaat Jantje O terug met een boek. Jan is Jan. Ongelooflijk loyale gozer. Dat is, zijn er maar weinig zo. Kijk op één land tellen. Jan Bak was vroeger al een begrip al natuurlijk, in zijn vorige leven. Dus daar kennen we elkaar al van, we hebben elkaar wel eens gekruist. Jan is ook sponsor geweest voor mij, van de kickboxgala's. En ja, op een gegeven moment kwam ik in het ziekenhuis terecht voor een aneurysma. Ik had een verwijde ader in mijn hoofd. Heel toevallig tegengekomen via een ergo-onderzoek. En eigenlijk als enigste kwam Jan uit het niets, kwam hij ineens, stond hij voor mijn deur en kwam hij even vragen hoe het met me was. Nou, dat was natuurlijk zo gaaf. Terwijl we eigenlijk nooit super contact hebben gehad, alleen van op een andere manier. Ja, dat vond ik zo gaaf en vanaf die dag zijn we wel heel close geworden in één keer. Ja. Al zie ik die 2 jaar niet, dat gebeurt niet, maar al zie ik die 2 jaar niet, is het hetzelfde als toen we elkaar gisteren hebben gezien. Het is gewoon altijd goed met hem. Dus ik heb ook wel eens dat hij een weerwoord tegen mij heeft, ik ook naar hem en dat moet ik ook kennen. Dat is ook vriendschap. Jan is gewoon een heerlijke vent. Die mag je eigenlijk van dag 1. Want hij is altijd amicaal. En iedereen is schat en lieverd en ja, topmensen. We houden allebei van reizen, we houden allebei van dezelfde sporten. Jan is dat wat uitbundiger met het motorrijden en daar heb ik dan weer helemaal niks. Maar ik houd er wel van, maar niet in groepsverband. Het is natuurlijk een waanzinnige, toffe gozer natuurlijk. Als je die als vriend hebt, dan heb je een echte vriend. En, meer hoef ik niet over te vertellen. Het is gewoon top. Maar ja, verziek je het mij hem, dan heb je het ook echt verziek. Ik denk wel dat we een beetje hetzelfde in elkaar zitten. Ook voor bepaalde erecodes in het leven, weet je wel. Ik geloof wel dat het heel erg aantrekt aan elkaar. Ja. Zwijgen is goud onder de penose. Jan praat nooit met de politie. Zelfs niet als hij in 95 opdraait voor de liquidatie van John Smith. Kleinmondjezaak. Het was niet mijn eerste keer. Daarvoor had ik al 2 keer voor grote overvallen gezeten voor juweliers en banken. Dus dit was eigenlijk mijn 3e grote straf. Ik werd opgepakt en ik snapte dat ik niet ook opgepakt werd. Dat was niet mijn ding, weet je. Dus ik denk, nou ja, appeltje eitje, dan ben ik zo weer thuis. Ik wist hoe die zaak in elkaar zat, ja. Ik hou mijn mond, tuurlijk zeker. Hij is alweer een tijdje vrij, maar dat de opdrachtgever in ruil voor Jan zitten en zwijgen geen nazorg verleent, dat vreet nog steeds aan de oer-Rotterdammer. Ik kan niet voor mijn vrouw en kinderen zorgen. Dus degene die erachter zit, die moet dan voor mijn vrouw en kinderen zorgen. Want ik hou mijn bek voor hen dicht en niet voor een ander, weet je wel. Dus ja, als dat dan niet gebeurt, is het wel zuur. Het onderwereldje en de meeste vrienden van mij weten wie het is natuurlijk. Ik noem hem Hazellip. Ik heb het eigenlijk van me afgeschreven, vooral voor mijn vrouw. Want mijn vrouw heeft heel veel te maken gehad met die Hazellip. En heb lopen janken bij mijn vrouw van, had ik het maar nooit gedaan, ik heb er spijt van en alles. Ja, en als je dan ook niet voor mijn vrouw zorgt, weet je wel, dan ben je echt een doodtrapper niet waard, echt niet. Ja, Peter, Jantje O heeft jarenlang gezwegen over een moord die hij niet heeft gepleegd. Maar waarom komt hij nu dan met een boek? Ja, omdat de tijd daar rijp voor is. Ik denk dat hij een beetje terugblikt op een felbewogen leven. Mm-hmm. Ik ken Jantje Oosterbaan zelf ook. Ik heb hem vrij goed gekend zelfs. In eind jaren 80 zat hij in de Scheveningse strafgevangenis samen met Cor van Hout, Heineken-ontvoerder. En ik kwam daar 1 keer in de 2 weken op bezoek. En werd toen een keer aan hem voorgesteld. En toen viel me al op dat Jan vrij amicaal met Cor van Hout was. Hij had het over Corretje. En dat deed niet iedereen bij Cor van Hout. Dus toen heb ik hem daar leren kennen. En het mooie was natuurlijk, hij was de kampioen van de baaiers. Want hij was een kickbokser en een hele goeie. Ik ben toen geïnteresseerd in hem geraakt. Heb ook een paar gevechten gevolgd. We hebben daarover gepubliceerd. En dus wel een fascinerend figuur die absoluut een boek waard is. Jij hebt het voorwoord geschreven. Ik heb het voorwoord geschreven. Ik heb hem heel lang al niet gezien of gesproken. Maar voor all time sake heb ik gezegd van ja, dat doe ik wel. Hij was heel goed met Cor van Hout. Die vond hem een echte. Zoals dat in de onderwereld wordt genoemd. Een echte? Iemand is een echte of niet. Wat ben je dan? Nou ja, het is moeilijk te definiëren. Maar een echte is in ieder geval geen minkugel, geen huilenbalk, geen verklikker. Okay. Geen, noem maar het maar op. Je hebt het voorwoord geschreven. Geloof jij zijn verhaal ook?
Dat hij onschuldig is? Ja, dat, ik ben wel geneigd om dat te geloven. Ik weet niet of ik er mijn hand voor in het vuur kan steken. Daarvoor heb ik die zaak destijds te weinig gevolgd. Maar Jan is wel iemand met een boevenerecode. Van je praat niet met de politie, ook al betekent dat je zelf moet zitten. Waarom, wat hij noemt hem nu de hazellip? Hij komt wel met een boek door een soort van terug te slaan. Ja. Hij noemt niet zijn naam. Waarom nee. De hazellip wijst hij aan als moordenaar. Ja, ja, dat is de man die daar de opdracht voor heeft gegeven. Ja, dat zou Jan zelf moeten vertellen waarom hij dat zo heeft gedaan. Ik denk dat hij de insiders weten wel wie hij bedoelt. En, ik denk dat ik het weet. Ik heb het hem niet gevraagd, maar ik denk dat ik het weet. En hij geeft daarmee een soort steek onder water. Hè. Die persoon die leest dat boek ook. En die weet ook van, nou ja, Jan, ik ben nog niet uit zijn vizier verdwenen. Dus ja. Maar het is echt een fascinerend boek. Ik heb het met heel veel plezier gelezen. Het is een kleurrijke figuur. Ik ga het zeker lezen. Dankjewel, Peter. Ik heb een boek geschreven. Ja, eigenlijk is het begonnen omdat ik 15 jaar gekregen heb voor een moordzaak. Wat niet mijn zaak was. Dus ik heb eigenlijk alles maar geslikt en gedaan. En ik heb gewacht dat ik vrij kwam, want het was niet mijn zaak. Maar ja, er zat natuurlijk wel een addertje onder het gras. Ik wist wel een beetje hoe of wat in elkaar zat. Dus ik hou eigenlijk mijn bek dicht van de ander. En dat persoon heb eigenlijk niet voor mijn vrouw en kinderen gezorgd terwijl ik vast zat. Ja, gewoon, ik ben doodtrappen niet waard natuurlijk. Dus dat is nou een erecode, weet je wel. Ik denk dat hij me uit mijn tent wil lokken, zeker. En dat hij dan kan zeggen van, zie je wel, nou valt hij mij aan en weet ik veel wat. Want hij is voor geknipt voor zijn neus waard. Hij is ook een kickbokser geweest, maar ja, ik stond hier en hij stond hier. En misschien zat hij nog wel in de kelder met het kickbokscarrièretje van hem, weet je wel. Bloed kookt op de ene kant wel, maar ja, ik heb toch wel iemand achter me staan die zegt van, Jan, hou je rustig. Dus, daar hou ik me ook maar aan. Kijk, het boek van mij, dat is natuurlijk het verhaal. Mijn vrouw heeft er aan meegeholpen om het te schrijven. Koen Scharreweg heeft het perfect verwoord allemaal. Dus ik raad het toch wel aan iedereen om het een keertje te gaan lezen. Het is wel een leuk boek geworden.